Ja, ik weet. Ja. Oké, okay, naast proficiat, ik heb eerst iets van opgezegd, 10-8 winnen, dat is altijd goed winst. Hoe past dus uw reactie daarop op die winstmars? Een hele opluchting eigenlijk. Het zijn de matchen die we moeten winnen. Maar ik vond toch twee mindere matchen die we vandaag gaan halen. Het was vandaag alleen de winst enige oplossing. We hebben gewonnen, maar de verdeling nog veel beter. 8 goal binnenkrijgt ik zo'n ploeg, vind ik iets te veel. Aanvallend staan we goed, verdeling moeten we nog wat scherper staan. Ja. Kan daarop gedreind worden? Kan daar een systeem op worden dat we iets beter worden? Want Sven zei juist dat we hebben heel veel aanvallen op de lijn. Moeten we met die aanval niet ons leden verdelen? Ik denk het belangrijkste in zaalbal is de verdediging. Dus ik denk dat is het eerste punt. Wij kunnen dat ook, als wij, daar kun je zeker op trainen. Op school maken we altijd, maar de verdediging moet aan gewerkt worden. Ja. Ook 2 weken geleden gesproken van een mentaliteit. Dus we moesten een goede mentaliteit tonen. Zag ik vandaag een gebrek op dat verschil? Ja, enorm. Ik ben al heel de week aan het uitkijken naar die match. Ik vond persoonlijk. Twee matchen die toch minder gespeeld hebben. Hoe ik vandaag met de voeten lag hier en ik hoop dat de coach iets meer vertrouwen in mij heeft. Ja. Heeft u een beetje doen twijfelen toen u minder gespeeld heeft in de voorbije twee wedstrijden of dacht je van nee, kom op? Nee, ik ben al wat ouder geworden en ik ben ook rustiger geworden. Ik denk vroeger was ik een beetje opvliegend en zou ik misschien direct reageren. En, nee, ik probeer mij op training te bewijzen. Gewoon blijven trainen. De beste reactie voor u was dan de 3 doelpunten of wat ik toch gezien en begrepen? Ja, doelpunten, ja, oké, okay, gescoord. Is op zich niet zo belangrijk. Het is goed voor mijn vertrouwen. Want ik denk toch dat er van mij doelpunten worden verwacht. En, maar de gedrevenheid was er misschien zeker een gast. Dus. Ja. Leg je ergens zelf een streefdoel dat je zegt, oké, okay, zoveel doelpunten wil ik maken dit seizoen, dat is mijn streefdoel, of wat is dan uw juiste streefdoel? Die druk probeer ik me niet op te leggen. Ik bedoel, kijk het match per match. Het belangrijkste is dat wij ons punten pakken, matchen winnen en de goalen komen vanzelf. Als het spel goed is, dan komen we vanzelf. Ja. Ook nooit getwijfeld aan de overstap naar Celtic, een beetje aanpassen, voorbereiding, nee, alles wat eraan, maar nee, die kent zij niet. Nee. Ik ken Celtic heel goed. Dus. Ik ben heel blij met mijn Celtic. Dus dan mag ik besluiten dat ik hier een Master Skeris voor me heb staan die niet alleen gelukkig is vandaag, maar dat ook gelukkig is om Celtic te doen. Ja, zeker. Daar gaan we besluiten, dankjewel.